Ik ben die spelletjes echt spuugzat. Kappen, anders wordt het echt menes. Ik brak je zonder moeite in elkaar, Mikey. Lastig om stoer te doen met zo'n beperkt vocabulaire, hè, Raaf? Is het al pizzatijd? Natuurlijk, man. Het is altijd pizzatijd. Oké, meneer Murakami. 1 pizzadumpling. Komt eraan. Ik heb me bedacht, ik doe toch mee. En net was het nog, ik ben somber, ik doe niet mee met het spel. Deze zijn echt lekker. Mijn restaurant zit iedere avond vol sinds ik pizza dumplings op de kaart heb staan. Hij loopt nog steeds te tobben. Hij denkt natuurlijk aan haar, aan Karai. Meester Splinter is haar echte vader. Waarom blijft ze dan nog steeds bij de Shredder? Het komt heus wel goed, Mayo. Haar hele leven blijft één grote leugen. Het houdt in één keer alles overhoop. Heb een beetje geduld en geef haar de tijd om te accepteren wie ze is. Juist. Luister, Leo. Ze draait vanzelf weer bij. Nou, voor mij mag ze blijven zitten waar ze zit. Ik vertrouw haar niet. Voor geen ene meter. Je hebt gelijk, Raf. Niemand is te vertrouwen. Pak aan! Zou hij een vampier zijn en haar bloed drinken en haar veranderen in een zombie? Probeer je me nou echt helemaal gek te maken? Sensei, stel dat we een huisdier zoeken dat is weggelopen. Zoals een kat. Een kat? Of een papegaai. Hoe moeten we dat dan aanpakken? Voer natuurlijk. Alle dieren komen op eten af. Maar vertel eens, wat is er echt aan de hand? Niks hoor, Sensei. Beetje babbelen over papegaaien, zoals we wel vaker doen. Voer! Ah, zo simpel. Dat is briljant. Wat eet een vleermuis? Reptielen en zoogdieren en... Oh ja, insecten. Hoe groter, hoe beter. En hoe komen we nou weer aan een groot insect? Door een of andere sukkel een enorm vliegenpak aan te trekken of zo? Ik voel me net Lokaas. Oh, vergeet gewoon dat je Lokaas bent, Mikey. Dit is je nieuwe superhelden-outfit. En dan noem je jezelf... Vliegmeister! Vliegmeister! Oh yeah! Te gek! Echt geweldig. Wat voor krachten heb ik? Je kan aan een touw hangen. Dit is super! Vergeet het maar, Rat King! Oh yeah! Is dat de kat van April? Nee hoor, helemaal niet. Maak iedereen af! Ren, Caligula! Zonder macht ben je maar een grote lafaard. Wie zegt dat ik geen macht meer heb? Aanvallen! Ruik eens wat een lekker kaasje. Ruik die kaas dan. Kom op, ruik het dan. Leo! Ja, we zijn vrij! April, hoe heb je ons gevonden? Heb je een spoor van rattenkeuters gevolgd? Dat heeft toch een unieke geur die je nu even niet, Irma! Snel, bevrijd de anderen en maak dat je wegkomt. Irma, kom, help me met die kooien! Daar hebben we het straks nog wel even over.
is op patrouille. Zoom, zoom. Zijn ogen spotten elke misdaad. Zoom, zoom. Ja, hou op zoom, zoom te zeggen na iedere zin. Dat kan ik wel, zoom, zoom. Maar dat doe ik lekker niet. Zoom, zoom. Wow, gast, dit zijn voor insecten. Zoom, zoom. Donny, heb je Kirby al gezien? Nee, nog niet. Raf, zwaai Mikey even flink rond. Het moet lijken op het vliegpatroon van een vlieg. Geen probleem. Zoom, zoom. Kirby op 4 uur. Hij gaat recht op Mikey af. Omhoog. Omhoog. Hij komt weer deze kant op. Voor Vliegmeister om zijn aardvijand uit te schakelen. Hier, Wingnut! Hoe durf je meneer O'Neill een monsternaam te geven? Meneer O'Neill, Kirby, we doen je geen pijn. We willen je alleen maar helpen. Het pakhuis. We sluiten hem op in het pakhuis. Donny! Donny! Hierboven! Hier zit ik! April! Hou vol! We zijn bijna bij het pakhuis. Kirby, maar het kan even niet anders. Yo, het is ons gelukt, man. De Kirby Bat zit opgesloten. Mikey! Bob! Bob! Wat moeten we nou met hem? Hem voor altijd in een kooi opsluiten? En wat moeten we hem dan te eten geven? Muizen en vliegen? Nou, vleermuizen zijn ook echt dol op spinnen en motten en... Sorry. Het is allemaal mijn schuld. Ik had niet moeten liegen tegen Pap. Rustig maar. Wees niet boos op jezelf, April. Het is onze schuld. Wij moesten het mutagen. Wij knappen het op. Wat? Jullie gasten morsten het mutagen? Ja, we hebben per ongeluk al het mutagen over de stad uitgestort. Maar geen paniek. We ruimen het op. Jullie! Mikey, opstaan! Ik voel me echt ziek. Waarom heb ik gisteren ook jalapeno cappuccino pizza gegeten? Komt hij daar nu pas achter? Gasten, moet je zien! Ik zit onder een turtelpuisten! Hoor! Heb jij even schildacne? Je ziet eruit als beschimmelde guacamole. Ach, niks aan de hand, Mikey. Dat is heel normaal in de puberteit, joh. Had jij ze ook dan? Echt niet? Wacht even, jongens. Het kan zijn dat het iets serieus is. Oké, Mikey. Het goede nieuws is dat die zogenaamde pukkels geen kwaad kunnen. En, belangrijker nog, je kan zonder probleem ontbijt voor ons maken. Wat een opluchting. Maar het slechte nieuws is dat je straks van top tot teen onder de pukkels zit. Eerst je armen, dan je benen, je rug en je buik ook. En dan zijn ze binnen een paar uur weg, toch? Nee. En dan verandert je hele lichaam in één enkele grote, reuze, gigantische vuist! 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 Vuist!
Mijn zonen, ik ben zeer onder de indruk van jullie vechtkunsten. Maar om als team verder te komen, moeten jullie elkaar sterke en zwakke kanten kennen. Recht in mijn gezicht, moet dat? Knoflook mussel pizza. In deze wedstrijd is alles toegestaan. De laatste turtle die overeind staat, wint. Hajime! Ik zie alleen maar vlekken voor mijn ogen. Sorry, Donnie. Dit is een ninja tegen ninja wereld. Wat doe je nou, Leo? Ik ging achter Mikey aan. Heb je niet gehoord dat hij zei de laatste turtle die overeind staat? Ah, man! Misleiding. En ook afleiding. Belangrijke wapens voor een ninja-strijder. Vanaf deze ronde gaat het pas echt pijn doen. Ik ga die grijns van je gezicht vegen. Definitief. Yep, Leo heeft gewonnen. Nu is hij echt boos. Cool, Mikey heeft zijn eigen pizza mee. Zijn gezicht. Oké, ik hou op. Ga lekker zitten, Etter. Ik doe het bijna mijn schild van het... Rafael, je weet best dat je geen grappen moet maken over iemands uiterlijk. Denk na, hoe zouden mensen boven op jou reageren? U heeft gelijk, meester Splinter. Sorry, Mikey. Schop me maar uit, meester Splinter. Ik kan geen ninja zijn als ik eruit zie als een oude augurk. En waarom niet? Ik ga toch ook niet gebukt onder mijn uiterlijk? Ja, maar oude mensen, maakt er niet uit hoe ze eruit zien. Of ruiken. Mijn zoon, ik krijg de indruk dat je ons graag iets wil vertellen. Wat? Nee, ik niet hoor. Echt niet. Ik heb helemaal niks gedaan. Oké. Ik zeg het wel. Ik heb mijn huid een beetje met mutagen ingesmeerd. Wat? Ben je gek geworden? Waarom? Om beter te worden. Cooler, snap je? Jullie doen altijd net alsof ik een rare mafkees ben. Toen zag ik dit flesje staan in Donnie's lab. En op het label staat dat het je super cool maakt. Nee, op het label staat dat je het super cool moet bewaren. Als in temperatuur. Dit was een mislukt potje retromutagen, Mikey. Dat is gevaarlijk spul. Maar waarom zet je dat er dan niet duidelijk op? Niemand kijkt achterop. Oh nee. Dat is toch wel een goede oh nee, hè? Het is een verschrikkelijke oh nee. Volgens je bloedonderzoek is het mutagen in je systeem instabiel. Je hebt nog maar 3 uur voordat je... Voordat hij wat? Wat gaat er met hem gebeuren? Wetenschappelijk gezien, hij ontploft. Barst ik straks uit elkaar? Als een enorme puist. Eww. Nee! Maar nu ik weet wat de oorzaak is, moet het lukken om tegengif te maken met het restje van dit monster. Ja! Ik hou van je, man! Kom op! Ga er meteen mee aan de slag. Ik heb alleen nog 1 essentieel apparaat nodig. Een moleculaire centrifuge om de oplossing te mengen. Regel ik voor je. Geld is geen enkel probleem. Leo, kan ik wat geld lenen? De enige plek waar ik ooit een moleculaire centrifuge gezien heb, was bij TCRI. Maar die tent hebben we opgeblazen toen we de kraan aanvielen. Daar is niks meer. Yo! Ben je klaar voor 48 uur megakikkende, boevenpakkende, planeetreddende Super Sentai actie? Net wel, maar jij moest zo nodig vette popcorn over mijn hoofd heen strooien! Nou, lekker hoor. Hey, Leo, heb je even? Ik wilde eigenlijk Super Robo Megaforce kijken. Cool, dus ik wou je wat zeggen. Ik was niet... Het
Het spijt me. Wat zeg je nou? Ik zei dat het me... spijt. Sorry. Oké? Okay? Sorry! Ik dacht dat ik mijn woede onder controle had, maar blijkbaar niet dus. Maar nu dus wel. Serieus. Onder controle, ja hoor. Ik ga even nog 10 tellen. 9, 8, 7... Wat wil je nou zeggen, 6, Raf? Het is jouw schuld niet. 5, jij bent niet boos, maar wij 4, maken je boos. Dat zeg ik helemaal niet. 3, 2, 1... Kom dicht! Ding, ding, ding. We hebben een winnaar. Raf, wacht. Ik lok je alleen maar een beetje uit je schild. Kom op, blijf nou hier. Ach, laat die grote groene baby toch gaan. Ja! Generaal, een Sura heeft een mega super robo mecha in handen. Klopt, kapitein Dash Coolstar. Ik heb de Super Robo Mega Force 15-5 in mijn macht. En ik blaas jullie allemaal op in 1000 stukjes. En wel nu meteen. Squeakums, ik ben bang. Hou me vast. Kapitein Dash, wat moeten we nou doen? Ik was al bang dat dit zou gebeuren. Maar bij de zolen van Lopnar, ik zal jullie allemaal redden. Ik heb gehoord dat in de originele Japanse versie kapitein Coolstar wel echt wordt platgeweld. Dat is een broodje aap verhaal. Nerd. Gasten! April! Driol! Schiet op! Casey, wat is er aan de hand? Zijn de voetbots terug? We waren onderweg hierheen. En toen raakte April ineens helemaal in paniek en ze is weggerend. Ze is weg! Wacht, wat? Je bent April kwijtgeraakt? Rustig. Weet je dat er een logische verklaring voor is? Misschien is ze wel door een reuzenrioolslang opgegeten of zo. Kom mee! Ja! 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 Gasten, in welke dimensie zitten we nu? De rest zit daar nog opgesloten. Ja, en de echte Einstein van het team dus ook. Dit is jouw schuld, Leo. Jij moest weer zo nodig... We moeten uitzoeken wat die aardbevingen veroorzaakt. Karai, jij weet wat je te doen staat. Wie is dat nou weer? De naam is... Tiger Claw. Dacht ik het niet. Ik had hem denk ik ook wel Tiger Claw genoemd. Ik zeg dit maar 1 keer. Haal je rattenmeester hierin. Sorry, gast, maar ik ben geen kattenvriend. Oh! Jullie zijn maar een stelletje jonkies. Lief poesje, eens kijken of ik wat kattenkruid voor je heb. Kom op, jongens, we klimmen snel het dak op! Rustig maar, gast. Ik ben het, Mikey. Kom eens hier. Dan krijg je een knuffel van me. Dat helpt altijd. Kom eens hier dan, broertje van me. Wat ben je toch ook een lievertje? Ik ga zo over mijn nek. Casey! Casey! Kom op, Raf. Wat is dat voor iets? Dat zijn zwamvlokken. Die vormen de paddenstoelen. Bedoel je al deze paddenstoelen? Schimmels groeien idioot snel in het donker. Als we ze voor zonsondergang niet tegenhouden, verspreiden ze zich over de hele stad. Dan worden miljoenen mensen helemaal gek van angst. Maak je geen zorgen, Raf. Ik bescherm je wel. Vleermuizen? Nee, niet nog meer vleermuizen! Wees maar niet bang, April. Het komt echt allemaal weer goed.
Of toch niet? Schimmelballen! Verlies Raf en April niet uit het oog. Wat er ook gebeurt, blijf dicht bij elkaar. Check dit, gasten! Super Mikey Brothers! Haal het eraf! Waar is hij nou? Oeps, foutje bedankt. Hoe kan dat nou weer? Er zit vast ergens een geheime deur of een verborgen uitgang of zo. Verspreiden. Ah ja? En nu zeker tellen! Nou, vooruit dan. De volgende keer lukt het wel. Metalhead, scan de hele ruimte en kijk of er geheime kamers of verborgen doorgangen zijn. Kietelstraal? En dat noem jij een nuttige upgrade? Je hebt het toevallig wel over een geavanceerde 3D-laserscanner. Ik snap er helemaal niks van. We hadden remsporen moeten vinden of een naad in de vloer, maar de kraan is zonder enig spoor verdwenen. Alleen maar rotzooi en... Een super macho burrito! Woehoe! Yes! De ultieme combinatie van pizza en burrito! De pizza-rito! Die is super en macho! Ik moet hem hebben. Heb je enig idee hoe lang dat ding er al in zit? Ga me niet schelen! Super en macho! Lengua y queso! Je arm zit zeker vast. Ja, nou en... misschien deed ik het wel expres. Draag. Wow! Het lijkt wel een snoepautomaat uit de toekomst. Een kraancomputer. Mikey, je bent geniaal. Je kent me toch? Kan die computer ons vertellen waar de kraan gebleven is? Metalhead. Kijk eens of je de database in kunt komen. Dat ding weet vast waar ze nu zitten. Is het wel slim om Metalhead zomaar op een onbekend stuk kraantechnologie aan te sluiten? Een beetje vertrouwen, Leo. Door Metalhead's ingebouwde kraanprocessor koppel je hem zo aan hun computers. Wat kan er misgaan? Is jouw schuld, Leo. Als jij Splinter niet had gebeld, was het nu niet zo'n puinhoop. Ik had helemaal geen keus, Raf. Het was hij of Mikey. Ik dacht dat Sensei zich wel zou redden. Nou, dat is dus niet zo. We weten waar hij nu is. Shredder's schuilplaats. Kom op, samen voor Splinter. Dit is het moment, broeders. Om plannen te smeden, zoals gesmolten kaas. Plakt aan elkaar als één geheel, maar het is nog wel zacht en smeuïg van binnen. Zijn jullie er klaar voor? Dat sloeg echt helemaal nergens op. Maar ik doe met je mee. Aan de slag. Allerliefste geluksringetje, laat me gewoon in de steek. Je moet me wreken. Neem wraak voor je geliefde elf. Relax, Mikey. Je elf is veilig. Nog wel.
Maar plotseling wordt je groep aangevallen door gevaarlijke, superenge apentrollen. Huh? Je moet 2 of hoger gooien om niet gebeten te worden. 20! 1! Oeh, in de aap gelogeerd, gast. Gebeten door de apentrol. En Raf verliest nu 11 levenspunten. 11? Hier dat ding. Met mijn magische gelukszwaard sla ik genadeloos terug. Wat zijn jullie aan het doen? We spelen mutanten in het doolhof. We vonden het boven in een prullenbak. Een spel? Moeten jullie niet op zoek naar mutagen? Maar sensei, we hebben net de Krang en Shredder's troepen verslagen. We mogen toch wel 1 dagje vrij nemen? Ik snap niet dat jullie nog een fantasiespel willen spelen als je eigen leven er al zo bizar uitziet. Ik ben! En let op, want de elf gaat de apentrollers vet inmaken. Oh yeah! De geluksring is weer terug in de game. Volgens mij klopt hier iets niet. Ik moet even rusten. Moet het gif uit mijn systeem krijgen. Hier, drink wat water, sensei. Moet mediteren. Laat hem maar uitrusten. We kijken wel of we die rotzakken zien. Gevonden. Val aan! Vet nieuw wapen, Fistix. Laat maar eens zien wat je kan. Ik ga jou in hele kleine stukjes hakken en voer je aan mijn piranha. Wat bedoel je, Azar? Pak die 1000. Nog een keer. Oh yeah, ik geef zo die high score. Uitgeschakeld. Hard aan het werk, gasten. Terwijl anderen het vuile werk doen en de Kraan de hersens inslaan. En dit keer was iemand ons te vlug af. Er zijn dus ook anderen die jacht maken op die buitenaardse hersentjes in blik. Vind ik niet erg? Minder werk voor ons. Dat is wel erg. De Kraan had gestolen plutonium bij zich. En nu hebben die overvallers dat meegenomen. Interessant. Misschien zit Shredder weer achter de Kraan aan. Volgens mij waren het geen handlangers van Shredder. Ha! Ik weet precies wie hier achter zit. Begin niet weer over eekhoorns met lasers, jij. Wat doen we nu, Leo? Op zoek gaan naar degene die achter de Krang aan zit? We moeten het hele gebied uitkammen. Kijken of we wat zien. Raf en Casey, doorzoek de stegen. Donnie en Mikey, jullie speuren de daken af en ik neem het riool wel. Om middernacht zien we elkaar weer in het hof. Dus de aardbevingen werden veroorzaakt door gigantische wormen die diep in het riool leefden? Dat klinkt nog erger dan reuzenkakkerlakken. Nou, ik ben super blij jullie weer te zien. Kom hier! Wij zijn ook heel erg blij om weer terug te zijn, geloof me. Het is hier gelukt, sensei. Samen met mijn dappere zonen. Ja, we waren een goed team. Maar hoe zit het nou met Karai? Ik snap nog steeds niet dat het gemene kreng uw dochter is. Sorry dat ik zo eerlijk ben. Misschien komt er een dag dat ze de waarheid leert accepteren. Maar dat moet ze voor zichzelf beslissen. En nu vieren we de overwinning. Ja, kom maar op met die pizza's! Zeg... Waar zou die kraanworm eigenlijk gebleven zijn? Wow! Hey, zagen jullie dat? Wow, gasten! Een reuze enge worm! Totaal super bizarro! Wedden dat die ellendige Shredder en Krang erachter zitten? En je weet wat dat betekent, hè, Leo? We geven dat enge beest een flink pak slaag en dan bestellen we pizza! Yes! Turtle power! Cowabunga! Kom op, gast! Tijd voor slow-mo actie! Oh.
Ik heb het spel zo uitgezet dat we eindigen in de tunnels. Wie de aanwijzingen oplost en de draak verslaat, wint. Ah! Ah! Dat is een dodelijke boomtrol! Pak hem! Pak hem! Pak hem! Goed gedaan, kameraden! De trol is verslagen. Oh, yeah! Zo doe ik dat, ja! Hey, ik heb iets gevonden. Kan je door de mist niet meer vooruit? Los de raadsels op en je bent de doolhof weer uit. Die aanwijzing heb ik niet opgeschreven. De mist! Precies zoals de boomtrol voorspelde. Wat een stank! Heb jij weer bonen zitten eten, Mikey? Wauw, Leo. Het ziet er echt fantastisch uit. Dit heb ik niet gedaan. Een kerker? Leg nog eens uit wat je precies bedoelt met ik heb dit niet gedaan, Leo. Leo is alleen maar bescheiden. Dit spel is vet magisch. Alles voelt zo realistisch. Wat was dat? Hierheen! Wow, gast! Moet je dat zien, Donnie? Zie je die verschroeide koolstof? Ze zijn uitgeschakeld door een of ander plasmawapen. De techniek is net zo geavanceerd als die van de kraan. We moeten de anderen waarschuwen. De kraan wordt compleet ingemaakt door hen die geen kraanrobot zijn. Ah! Als deze kerker een doolhof is, zit hij vast vol met vallen. Dus kijk goed uit waar je loopt. Ik wil niet dat je je pijn doet. Geluksringetje van me. Zo mooi, zo glanzend. Mijn eigen geheime magische kracht. Mijn lievelingetje. Ah! Een magische knal van je kop kun je krijgen. Wonderbaarlijk. Gefeliciteerd met het oplossen van het eerste raadsel. Hier komt mijn volgende raadsel. Die vogelkop is echt niet goed, Snik. Een doolhof is het hoofd. De kerker is de geest. Maak maar één fout. En je bent er voorgoed geweest! Kan het nog gekker? Ja, dus! Volgens mij zijn die tegels allemaal vallen. Je hebt het gehoord, ninja's. Stil en ongezien. Ik koop wel een nieuwe. Eet me! Eet me! Totaal! Eet me! Proef toch die overheerlijke combinatie van vier soorten gesmolten kaas. Neem me op! Proef nou! Eet me! Nooit gedacht dat ik dit ooit tegen een pizza zou zeggen. Maar ik weiger je op te eten! Ja! Is dat een pepperoni? Waar? Ja! Gasten, help! Zien jullie niet wat er gebeurt? We zien dat je over de grond rolt, helemaal onder de pizza. Net zoals altijd dus. Is dat de pizza die wij bij Antonio's hadden besteld? Nou ja, maar hij is hartstikke gevaarlijk. Kijk dan, hier! Kom op, pizza, zeg dan wat! Zo zet je me voor schut.
Weer zo'n belachelijk excuus om al ons eten op te eten. Bedankt dat je het eten weer eens hebt verpest, Mikey. Dan geloven jullie me maar niet. Ik ga naar Antonio's toe en ik eis een nieuwe pizza. Nu geloven ze helemaal nooit meer. Beslist de moeite waard. Ik ga naar het einde van de tunnel. Dit is echt totaal gestoord. Wow, wel druk voor de maandagavond. Ik ga maar eens een kijkje nemen. Maar hoe ga ik mijn geld nou terugkrijgen? Dit is April. April, kun je van mij en de jongens alsjeblieft een paar pizza's halen? Moet naar Antonio's. Dat wil de meester. April? Dat lijken wel een stelletje zombies. Zie je nou wel dat er iets raars aan de hand is? Moet je nou zien met de slechte foto's? Stomme kapotte T-mobiel. Wie is daar? Sluit je aan. Ga weg! Denk maar niet dat ik bang voor jullie ben. Oké, misschien een heel klein beetje nog. Kaaskorst. Ah! Tony! April is ook een zombie. We moeten haar redden. Anchovies. En toch niet al Peter Splinter? Nee! Word alsjeblieft normaal! Pizza. Nee, dit is allemaal niet echt! Doe met ons mee en geniet ook van die overheerlijke vleessaus. Sluit je aan! Pak aan, pizza! Oh, nee. Gasten? Nee! Wat zou er met meester Splinter aan de hand zijn? Mijn hersenen, mijn vries! Mikey, er zit alles onder de smurrie. Blijf met dat ijsje uit de buurt van mijn experiment. Ik probeer retromutagen te maken. Hij laat ook overal een puin opvallen. Hey jongens, hoe gaat-ie? April! En Casey. Donatello. Zouden jullie misschien op deze kat kunnen passen? Ah, wat een schattig poesje! Koetje. Mogen we haar houden? Mikey, meester Splinter is een rat. Ja! Straks wordt die kat helemaal gek en valt hem aan. Dan is ze meteen voor maanden te eten. Serieus, gast. Je bent echt niet goed, Snik. Nee, niet doen, poesie.
alles goed daar, Mikey? Ja, ja, het is koud. Ik bedoel, cool. Alles is cool. Cool als een ijsje. Een ijskoud ijsje. De pizza is er! Wat? Heb je maar één pizza? Ik kan makkelijk twee pizza's in mijn eentje op, gast. Doe niet zo moeilijk. Die pizza is van mij. Boeiekertje! Mikey! Niet te geloven. Waarom doe je dat? Waar is mijn pizza gebleven? Wat hier, lopen jullie nou te klieren? Karai heeft hulp nodig. Begin je nou alweer? We moeten haar gaan helpen. Luister, zelfs al gelooft ze dat Splinter haar vader is, ze is wel door Shredder opgevoed. Je denkt toch niet dat ze hem zomaar zou verraden? Ja, dat denk ik wel. Zeg, ben ik hier nou de leider of niet? Min of meer. Min of meer? Dus ik ben de leider totdat ik iets zeg waar jullie geen zin in hebben? Best. Joh, dan zoek ik wel alleen naar een zwakke plek in het hol van Shredder. Wacht. Wij gaan ook mee. Maar we gaan niet met je mee naar binnen. Pizza, pizza, pizza. Meekomen. Gasten, stop! Wat is er, Mikey? Ik heb het idee dat we iets vergeten zijn. Iets heel belangrijks. Echt iets waar de toekomst van de wereld van afhangt. Het ligt precies op het puntje van mijn tong. De kraan? Nee. De Foot Clan? Nee. De Red King? Nee. Wacht! Ik weet het al! Mijn doggy bag! We hebben de rest van de pizza dumplings bij Murakami vergeten. We moeten onmiddellijk terug! Ik ga ze redden! Wat is hier gebeurd? Meneer Murakami! Meneer Murakami, ik ben het, Mikey. Gaat het wel? Ze waren op zoek naar jullie. Ze wilden weten waar jullie woonden. Maar dat wist ik niet. Ze vroegen naar jullie vrienden. En ik schaam me diep, maar ik heb alles verteld wat ik wist. Wie waren het? Die jonge meid. En die grommende man. Tigerclaw is terug. En hij zit achter April en Casey aan. We moeten April beschermen. En Casey, als er tijd genoeg is. Die meid moet Karai zijn, Leo. Ik zei toch... Nu niet, Raf. April neemt haar T-Mobile niet op. Dat doet ze anders nooit. We gaan in twee teams. Ik ga met Donnie naar April's huis. Mikey en jij gaan naar de ijsbaan en waarschuwen Casey. Hou die helm bij ze vandaan. Vang het, Tony! Helles! Volgens mij hebben jullie iets wat wij nodig hebben. Deodorant? Ik heb hem! Hey, kijk eens uit, strontvlieg! Strontvlieg, dat is een nog veel betere naam voor hem. Ja. Die gast heeft ontelbaar veel ogen en nog steeds schiet hij iedere keer mis. Casey? Casey? Casey, geef antwoord! Er is iets aan de hand, Mikey. Wat moeten we doen? Ik weet precies wat we moeten doen.
Met onze eigen telefoons maken we een driehoeksverbinding met Casey's T-Mobile, zodat de satelliet zijn GPS-coördinaten kan doorgeven. Dat is eigenlijk best een goed idee. Het is net alsof we in een soort parallel universum zijn beland. Het is ook superhandig om pizza-bezorgers mee op te sporen. Boeiah, kasha. Daar zijn jullie mooi ingetrapt. De turtles kunnen de kraan niet verslaan. En wat zeg je hiervan? Hun hersens zijn weer omgewisseld. Raf, kom op, we gaan. Ik ben nog even bezig. Raf is gewond. Pak die man en die duif. Krang. Raf, luister dan ook eens. Kom mee, meneer Roekel. Oh, we gaan eraan. Iedereen. Oh, mijn arme lieve April. Maakt u zich geen zorgen, meneer O'Neill. Die hele buitenaardse invasie stelt eigenlijk heel weinig voor. Kijk. Oh. Niks gezegd. Oh man. Kom op, Mikey. Even serieus. Au, gast. Sorry, ik... Mooi raak, gast. Je moet nooit de waterballonarm onderschatten. Nee, niet doen. Wacht. Au, mijn arm. Lopen de trainingen altijd zo chaotisch? Jammer. Mijn zonen en dochter. Genoeg getraind voor vandaag. Die krijg ik wel wakker! Sta eens op, maatje! Dat werkt dus niet, Mikey. Bedenk iets anders. Even denken, hoe maak ik het normaal altijd wakker? Ik weet het al! Kiele, 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 kiele! Kiele, 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 kiele! Word nou wakker, gast! Ha, 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 ja, toch! Poeh, mijn blije witte zier af. Geef me de drie. Turtles, hier. Wat is de locatie van de kraan waar deze kraan is gelokaliseerd? Je bent bij ons, gast, in de Shell Racer. Wat een coole kraan-imitatie. Raf, wat doe je, man?
Wat gebeurt daar achterin, jongens? Turtles, Krang moet ze vernietigen. Krang maakt ze allemaal af. Zo te zien zijn zijn hersens verwisseld met die van een kraan. Oh nee! Jongens, alles oké? Okay? Ik heb zo raar gedroomd. Raf was... Een kraan. Het was geen droom, Mikey. Ik weet dat dit je thuis is, maar het wordt hier te gevaarlijk, IJsko Kitty. Kom eens hier, Kitty Kitty. Laat los! Laat los! Gauw, uit tussen die bevroren pizza's! April, wat is er? Meester Splinter. Ik kan hem voelen. Hij is vlakbij. Vooruit! Dit is de enige manier dat het gaat lukken, Raf. Bittere wraak. Ja, luister. Die hele reddingsactie voor Karai is prima. Maar als we dan toch van plan zijn het hol van Shredder binnen te vallen, moeten we hem ook voorgoed uitschakelen. Dat is te riskant. Wacht eens even, jongens. Waarom ben ik het lokaas en zit Donny veilig in de Shellracer? Iemand moet de vluchtauto besturen. Luister, iedereen is even belangrijk. Oneenigheid zo vlak voor een missie is geen goede zaak. Leonardo, ik wil je even spreken. Ik weet dat je niet kan wachten om Karai te redden. Maar een directe confrontatie met de Shredder is bij voorbaat gedoemd te mislukken. Ik weet dat we weinig kans maken. Maar moeten we niet proberen uw dochter te redden? Ik ben niet van plan jullie leven te riskeren. Of die van mijn dochter. Hi, Sensei. Dus, nu is onze reddingsoperatie zeker helemaal van de baan. Nee, Splinter heeft ongelijk. We kunnen niet wachten. We gaan ervoor! Wat heb je nou weer gedaan, Mikey? Ik deed helemaal niks! Wat is dat? Dat is kraanatmosfeer. Hier, een filterapparaat. Dan kun je het veilig inademen. Jongens, volgens mij ga je zo naar dimensie X. Waar de kraan vandaan komt? Ja, het... Turtles. Leatherhead, hij leeft nog. Hij probeert iets te zeggen. Ze zijn van plan om Turtles. De kraan beschikken nu over het ultieme mutagen. Ze zijn van plan. Oh nee, ze hebben hem. We moeten hem redden. Hij is vast in dimensie X. Toen de poort openging, kwam het signaal binnen en werd de bol geactiveerd. Dus de bol kan zeggen waar hij nu is? Misschien als ik hem... Mikey! Waar is Leatherhead? Nee! Mikey! Ik kan hem nog maken. Het kan alleen even duren. Oké, dan bedenken wij wel een plan. Yeah! Om te beginnen, Mikey blijft hier. Wacht, hoezo? Omdat jij steeds de boel in de war schopt. Dat is veel te gevaarlijk. Leatherhead. Mikey! Goeie jij! Jij monster! Maatje, Sensei is een groot ninja-meester. Die redt zich wel. Echt waar. Het komt allemaal weer goed. Ik ook niet. Maar ik offer hem op. Ik snap dat jullie nerveus zijn. De kraaninvasie kan ieder moment beginnen. Wat is jullie plan om ze te stoppen? Zie hier mijn nieuwste uitvinding.
De Turtleneck! Compleet uitgerust met raketten, vlammenwerpers en een elektrische harpoen. Verslaat ieder kraan invasieleger. Succes gegarandeerd of je krijgt je geld terug. Gigantische robots zijn geweldig! Ik ben voor de Turtleneck! Maar dat ding is nog helemaal niet klaar. Straks breekt hij de boel af. Daar hebben we niks aan. Hij is klaar, hoor. Een soort van. We moeten iets anders bedenken. We hebben een tweede aanvalsbasis nodig buiten de stad. Daar hebben we geen tijd voor, Leo. De Turtleneck werkt prima. Als ik leider was, maar zou... je bent de leider niet, Donnie. Dat ben ik. En vecht! Hou op, jullie. Haal links van je die hendel over. Trap het pedaal in. Gast, die robot is super gaaf, man. Nu komt mijn super robot mechadroom echt uit. Dat redden we nooit met dit ding. Dat lukt ons wel. Super Robo Mega Force versloeg veel grotere vijanden. Boeiakasha! Stelletje miserige insecten. Je denkt toch niet dat je Kraan kunt tegenhouden? Kraan heeft zelf jullie planeet miljoenen jaren geleden ontdekt. En Kraan heeft zelf de apen met mutagen veranderd in die domme mensen hier. En nu zal Kraan jullie wereld transformeren. En daarom krijgt Kraan een flinke trap tegen de schenen. We hebben je overal gezocht, man. En waarom duurde het dan zo lang? Ik zit hier al maanden. Maanden? Nou ja, een paar uur dan. Ik heb geen horloge om. Gast, wij kwamen maar een paar seconden na jou door die poort heen. Blijkbaar gaat de tijd hier veel sneller dan in onze eigen dimensie. Temporele differentiatie heet dat. Ik ben gek op tempora! Wacht, hoe... Kom op, we gaan. Dat ding blijft ons maar aanvallen en Leatherhead heeft onze hulp nodig. Oeh, even wat vette knallen scoren. Mikey, doe voorzichtig. Hoe deed je dat? Bijna alles hier reageert opgelaard. Wat moeten we met die dingen? Nou, dit... Wauw! Hoe weet je dat die beestjes dit kunnen? Nou, dat is toch heel logisch? Mikey, je bent op deze plek een genie, man. In de omgekeerde wereld is de gekste gast de baas, snap je? Ze zijn lekker. Vooruit, we moeten gauw Leatherhead redden. Oké, wat willen jullie eerst horen? Het goede nieuws of het slechte nieuws? Doe maar het goede nieuws. Er zitten duizenden kraanrobots daar binnen. Ik zei het goede nieuws. Weet ik!
laatste nieuws. Ik regel het wel. Daar. Tony, rechts. Raf, links. Vooruit. Zo on-Mikey-achtig? Zeg dat wel.